Het embryo met de beste ontwikkeling, of soms de twee beste embryo's, worden geselecteerd voor de terugplaatsing. Als er nog meer embryo's zijn die goed genoeg ontwikkeld zijn, kunnen deze worden ingevroren voor eventuele latere behandelingen. Wij gaan dan iets heel kostbaars voor u in bewaring nemen. Daar hoort een bewaarovereenkomst bij waarin uw en onze rechten en plichten staan beschreven. Lees deze samen zorgvuldig door voordat u de keuzes maakt. Een aantal onderwerpen lichten we toe in deze video. Het is best mogelijk dat er nog ingevroren embryo's overblijven nadat u het behandeltraject helemaal heeft afgesloten. Dat is soms wel jaren na de eerste punctie. Wij vragen u om in de bewaarovereenkomst de bestemming voor deze embryo's aan te geven. U kunt ervoor kiezen om de embryo's te laten vernietigen of beschikbaar te stellen voor onderzoek. U draagt dan bij aan het vergroten van kennis en inzicht over de ontwikkeling van embryo's, wat leidt tot verbetering van de behandelingen in de toekomst. U zal erover later dan nog worden geïnformeerd en dan is er ook de mogelijkheid uw keuze nog te wijzigen. Na uw 50ste levensjaar wordt de bewaarovereenkomst automatisch beëindigd. Er kan een situatie ontstaan waarbij de partner zou komen te overlijden terwijl er nog ingevroren embryo's zijn. U kunt nu al over deze situatie samen nadenken en praten. De vrouwelijke partner zou namelijk in dat geval toch nog een terugplaatsing kunnen krijgen, indien van tevoren toestemming is gegeven via de overeenkomst. U mag zelf beslissen of u dit onderdeel wilt invullen. In de bewaarovereenkomst staat dat u verantwoordelijk bent voor het up-to-date houden van uw contactgegevens, zodat wij u altijd kunnen bereiken. Ook dient u ons op de hoogte te brengen als uw relatie beëindigd is. Wij zullen dan de bewaarovereenkomst beëindigen en u vragen om de bestemming van uw embryo's aan te geven. U kunt de ingevulde en ondertekende bewaarovereenkomst meenemen en inleveren bij het intakegesprek. Daar is natuurlijk ook nog de mogelijkheid om vragen te stellen.